hè? Samen met Karin natuurlijk, maar die staat. Oh, hier komt. Hi. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag zaterdag 14 augustus. Ik moet weer even nadenken. Moet kunnen. 14 augustus en nog altijd in 2021. Karin die komt gezellig weer bij me. Dan gaan we weer gezellige dingen doen. Waar we jullie lekker gezellig in meenemen. Ik ga zo eerst de rondjes uitlaten en ja. Hoe en wat verder is allemaal nog een verrassing. Ja, Karin wil ergens naartoe. Waar dat 1, 2, 3 is, weet ik niet. Dus ik moet maar haar achterna. Maar ik ga wel met de booster. Zij is lopend. En zij loopt nou langzaam vanwege haar pijn. Begrijpelijk. Dus ja, de dieren denk ik dat die lekker thuis blijven dan. Ik weet het allemaal niet. Maar het zal haast wel. Ze hoeft niet altijd mee op sleeptouw. En ik heb een pakketje, dus die gaan we ook vandaag nog openmaken. Oh, dat is handig. Ik krijg een pakketje, maar de barcode, die zit er los bij. Oké, nee, maakt niet uit. Maken we vandaag ook nog open, dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat je doet, maar geniet zeker ook. Met hetgeen wat wij doen. Ik zou zeggen, neem jullie lekker mee. Lieve vrienden, zoals jullie zien, ik sta ergens binnen. Samen met Karin natuurlijk, maar die staat. Oh, je komt. Hi. Hi. Uiteraard, die is bij me en we gaan. Helemaal even, top. We gaan eventjes wat laten zien. Er wordt wat klaargemaakt, maar diegene mag er niet op. Dus nou ben ik bij de broodjes. En er wordt allemaal zo meteen netjes uitgelegd. Wordt mooi uitgelegd. Nou, welkom bij de Subway. Normaal hebben we altijd 5 verschillende broden, maar het is vandaag een beetje druk geweest. Want normaal staat hier meerzaden, bruin, wit, herbs en cheese en sesambrood. En die maken wij elke dag vers. Mm. En dan kunt u kiezen wat u erop gaat doen. We hebben hier een zoete kip, dat is teriyaki. Daarna hebben we een pittige kip, dat is fajita, een mooie kip, een steakhouse. En nog allemaal verschillende vleeswaren waar we ook nog wat mee kunnen. En dan kunt u ook nog een kaas op kiezen. En dat klinkt allemaal lekker en voortreffelijk. Nou ja, en als u het broodje heeft gekozen, gaat u even de toaster in. Oh, okay. Dat is daar dus. Yes. En als u de toaster is ingewezen, mogen u 8 verschillende soorten groentes uitkiezen. En ook een sausje erbij. Ja, verder kan ik met mijn booster niet. Nee, man. Wat het kost, het kunt u zien op de prijzenbord. Elk broodje kost weer wat anders. Ja. Nou, het ziet er allemaal smakelijk en voortreffelijk eruit. Mag ik jou hartelijk bedanken? Thank you.
Mooi gezichten, die vogels. Ben ik op dat meerkoetje. Oh, daar zitten ze. Nou, lieve vrienden, ik weet niet of jullie het daar ook dat zien. Maar er zwemmen, ik weet niet hoeveel visjes. Wat voor visjes het zijn, ik weet het niet. Dus ja. Hoe bijzonder. Dat ik dat zo zie. Ja, Karen die staat hier ook nog naast me, die zag het als eerste. Maar zo bijzonder. Deze visjes maken het water heel rustig. Ja. Zit hier dus goed? Nou, bijzonder. Ja. Daar hebben we Karin, die naar de visjes staat te kijken. Ja. Ja, klopt. Die zijn echt nog op plek. Maar oké, lieve vrienden, we gaan weer door. Karin, die ligt erbij. Want daar zijn ook visjes te zien. Maar die zijn zo super klein. En ik kan daar niet komen en ik kan daar niet liggen. Maar de eendjes die hebben genoeg te eten. Echt genoeg. En ook de meeuwen. Want die lusten het ook wel. Ze jagen en mijn visjes weg. Lieve vrienden, ik ben alweer eventjes een tijdje thuis. Ik heb al een bak koffie op, ja, want ik had er zin in. Dat had ik nog niet gehad. Dan enkel mijn water. Dus ja, we zijn lekker gezellig de hort op geweest met de twee, Karen en ik. En ja, ook het een en het ander gezien, ook die kleine visjes. Ik hoop dat jullie het ook kunnen zien op de film. Want we hebben het wel gefilmd en dan die vogeltjes, meerkoetjes, weet ik veel, ik kon zo niet zien wat het waren, die jonkies. En ik hoop dat het mij ook gelukt is, net zoals met Karin, dat eentje een visje aan het veroveren was. Dus ja, allemaal leuk en aardig. Ik had nog een pakketje, ik moet nog openmaken, dus dat gaan we nou even de schaar erin zetten. Tenminste, alles wat nodig is. Ja, ik zet er een schaar er even in. Dat is wel zo makkelijk. Je moet het wel allemaal willen. Zo. Hup. Ja.
En dat kind daar, dan heb ik 1, 2, 3, 4 pakketjes. Twee, we gaan kaarten. Gezellig. Nou, dat is een kleintje. Die zijn even groot en die is nog groter. Nou, we beginnen bij de kleinste. Ja toch? Ja. Dus we zullen het beleven. Daar zit het, dus ik moet daar ook knippen. Wat dat is, ik weet het echt allemaal niet meer. Het is alweer een tijdje terug dat ik wat besteld heb. Dus ja, gaat echt niet onthouden allemaal. Het blijft allemaal aan mijn schaar zitten. Vind ik ook niet zo prettig. Schaar daar even. Ik ga het eerst al... Nee, wacht maar. Ik ga deze naar open. Ja, weer een ketting. Hier zie voor wie. Het zal wel niet voor mezelf wezen. Moet die weer open. Kom op. Hup. Hup, hup. Oh, hij is wel gaaf. Oh, wauw. Dus oneindig rond en een hartje. Mijn liefde voor jou is oneindig rond. Ja, er zit geen einde aan. Hij is beautiful. Ja. Zakje. Waar laat ik dat nou? Ben ik nou zo kippig? Op de grond. En dat kan ook weg. Dit zakje lag ook weer op de grond. Nou, gaan we er dan weer in doen. Hij is echt heel mooi. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar er gebeurt allemaal buiten rare dingen wat ik niet thuis kan brengen. Zo, die leggen we daarbij, bij die. Nou, gaan we naar het zakje 2. Even mijn handdoek goed leggen. Zakje 2. Moet ik weer voelen waar het zit. Daar, in het midden. Oké, okay. Ik ga gewoon daar knippen. Jeetje, het wil haast niet, hè. Doe het zo, dat wil wel. Trek we dat er even af. Schaar we daar. Oh ja. Ik had een nieuwe neuspiercing gekocht. En die gaan we proberen er straks erin te zetten. Ja. Hij is wel heel mooi. Maar dan moet hij wel even dat zakje weer open willen. Anders kan ik hem niet laten zien. Ik heb dus een neuspiercing. Dat is gewoon een knopje. En je wil ook wel eens wat anders. Nou, ik krijg het zakje even niet open. Hè? Wat? Ja, nou wel, in ene. Voilà. Kom, 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 kom. Zo. Dan hoop ik dat jullie dat kunnen zien. Ik weet even niet hoe dat moet. Nou, het is klein maar fijn. Wacht even, misschien dat ik een ander idee heb. Zo. Nou ja. Dat ga ik proberen door mijn gaatje heen te krijgen, ja. Maar dat komt straks. Ik ga hem ook weer in het zakje doen. Zo.
Dan leg ik die hier even daar neer. Die kan daar naartoe. Nou, het volgende. Oh, daar steekt het al ertussendoor. O jee. Dus daar knippen. Dan doen we even een knippie. Zo. Zo, dat kan daar. Ik veeg hem open nu. Knopen oorbellen. Maar dan moet het, allemaal, het zit allemaal in diezelfde zakjes, maar die zakjes zijn zo klein en dan die ritsluitingjes erin. Nou, dan wil je het niet weten hoe en wat. Hé, nee. O jee, o jee, o jee, er zit nog wat los in. Dat zijn oordopjes, tenminste de dopjes, de slootjes. Ja, en dan moet ik even zien hoe het allemaal zit. Ja, hij is geweldig mooi. Ja, ik weet niet hoe dat moet hebben, zo. En hij hier, een steker, dat gaat in je oor. Dan heb ik aan de andere kant heden natuurlijk zo'n dopje, maar dat gaan we ook vandaag uitproberen. En aan de bovenkant moet hij om mijn oor heen. Maar dat komt wel goed. Ik doe gelijk het dopje erop. Zo. Raken we dat dopje ook niet kwijt. En dan hebben we hier nummer 2. Die is voor die oor en deze is voor die oor. Dus dat komt wel goed. Ook het dopje gelijk maar op. Zo. Nou, het laatste. Dat prikt er het ook al tussendoor. Nou, gaan we die openmaken. Zo, schaar weer aan de kant. Trekken we de rest er weer af als het wil. Zo. Even open. Dat is weer beter te zien. Even weer een andere kleur. Ja. Ik gun iemand anders ook het een en het ander. Het is niet allemaal voor mezelf. Nee. En dan heb ik nog weer iets met hartjes. En het is een armbandje hoor. Moet het wel willen. Wat ik wil. Het is een armbandje. Nou, mooi toch? Vind ik van wel. Ja. Super mooi. Het zal er allemaal weer in naast gelegen hebben naar dat goudpad. Want daar is het allemaal veel te goedkoop voor. Ja, ik vind hem super mooi. Echt. Echt heel mooi. Maar oké, dat heb ik dus binnen. En dan kan dat ook weg. Zo. Er is er eentje achter vliegjes aan en dingetjes aan en weet ik wel wat. Ja, moet allemaal kunnen. Kan dat hierbij in. Zo. Dus ja, dat was het, lieve vrienden. En ja, ik ga dus die oorbellen proberen en ik ga die neuspiercing proberen. Maar er is eerst een andere prioriteit. En dat is dat ik mijn meisjes even uitgelaten. Want dat is 17:52 op mijn horloge. Dus ja, dat gaan we eerst doen. En voor de rest komt het allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. En geniet van je avond. Karin die kwam me net even een paar twee schaaltjes brengen met lekkere hapjes.
Dus daar ben ik helemaal blij mee, ja. En het zijn tegenwoordig papieren bakjes en geen plastic meer. Ook zo raar. Ja, ik ben plastic gewend en dan krijg je een papierbakje nu. Helemaal van papier. Maar ik ben er blij mee. Ik ga gelijk even de koelkast doen, want ik ga nou eerst. Moet ik nog eten, maar ik kreeg telefoon. En het is alweer 7:00 geweest. Maar ja, ik kreeg telefoon en dat ging even voor. Dus ja, komt allemaal goed. En dit komt allemaal lekker op. Ja, 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 ja. Ik ben er blij mee. Lieve vrienden, ik heb de nieuwe oorbellen erin, maar deze die laat iedere keer los van mijn oren, dan gaat hij zo. Nou, dat is niet de bedoeling. Dus dat is iedere keer aanknijpen, dat is best wel vervelend. Die blijft wel aardig hangen. En ik heb mijn nieuwe neusring in, maar ook dat is heel erg wennen als je een knopje bent gewend. Dus ja, ik doe hem er wel weer uit, want ik ben ook huiverig voor de nacht dat hij eruit gaat. Dat doe ik mijn neusknopje niet. Dus ja, ik vind de oorbellen wel heel gaaf, maar ik vind dit niet leuk dat hij dat iedere keer doet. Ik moet hem iedere keer aanknijpen. Dus ja, die doe ik er ook weer even uit. En ik laat mijn oorbellen voor vanavond eruit. Ja, want met oorbellen naar bed ga je ook niet. Nee. Dus ik doe dat er ook niet meer in. En ik wens jullie gelijk allemaal een liefdevolle avond toe. Geniet ervan met z'n allen. En ik sluit deze dag hier ook gezellig af met jullie. Ik wens jullie ook natuurlijk dan een welterusten slaap lekker met mooie droom. En gezond weer morgen uit je bed zien te komen. Met een blik op de gekke honden die buiten aan het spelen zijn. Rijdt nou eens aan het donderig jagen. Nou? Doe dit. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, graag tot morgen.